Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Het is anders als anders. Ik ben namelijk alleen. Onze vlogs die zijn de laatste tijd zo lang. En de ene vindt het niet lang genoeg duren. De andere die zegt van mag wel wat korter. Dus ik ga deze proberen om wat korter te houden. Dus ik neem jullie mee op de retourvrachten. Ik sta in Chalon-sur-Saône. Ik moet even wachten op een kraan. Die komt er zo aan. En daar ga ik een daklading doen. En daarna heb ik sowieso nog twee adresjes. Ja, en dan kijken we wel wat er nog verder gaat gebeuren. Dus ik zou zeggen veel plezier met kijken. Dat zit erin. Nou ja, dat is de eerste klant van vandaag. Teruglaatklant. En 36 kilometer verderop, daar zit nummer 2. Dus rijden.
trouwens dat ik. Ja, dat is een aggregaat. Toen is papaan gekruist. Ja, dat ding komt echt niet van zijn plek hoor. Die weegt 7700 kilo. Dat moet je echt gek doen. Wil je die buiten de auto krijgen. Maar ja, je weet niet wat er gebeurt. Je zit niet alleen op de weg. Dus ja, kruis je ervoor, kruis je erachter. Natuurlijk ook wel een klein beetje rekening houden met wat je geladen hebt, maar goed. Dan kun je zeggen van ik leg een rubber onder. Ja, kan ook. Maar dan alsnog, je trekt altijd een kruisje met dat soort dingen. Dat kan hier in principe geen kant op. Ook niet naar voren, ook niet naar achter. Dus prima.
Château de Saint-Denis. Attends. C'est Philippe le... Philippe Hardy. Oui. Je vais continuer la route. Tout droit. Oui. Là, vous pouvez tout de suite à gauche. Oui. Et puis vous allez tomber dessus direct. Ok. Vous verrez, c'est un point jaune et noir. On voit bien de loin. Super. Ok. Merci. Bonne journée. Merci. Nou, dat is altijd leuk met dit soort adressen. Ik heb me even aangemeld in de fabriek. Daar kom ik iemand tegen. En ik moet hier niet zijn. Nou, ik moet hier een straatje terug. Moet ik naar beneden toe. En daar hebben ze een groot magazijn. Waar ze gaan, waar ze de spullen kunnen laden en lossen. Dus, even achteruit met het gevaarte. Ja, het is wel heel leuk rijden hier zo. En je zou beter met een camper kunnen komen, weet je wel. Maar goed. Nou valt dit misschien ook wel onder camper. Een super sized camper. Maar ja. En dan door die smalle straatjes allemaal. Maar goed. Over het dak. Ja, het is misschien ook maar makkelijk als die mensen daar een bordje wegzetten. Livraisons en expedition die kant op. Dan zegt hij dat ik hier naar beneden moet. Tenminste, die man die heeft dat gezegd. Oké, ja, dat is wel een aardig brede straat. Nou, ik draai jullie even om, hè. Ik had hiervoor nog ruimte natuurlijk. En ik moet hier twee pallets laaien. Dus die zet ik mooi hiervoor op. Dan hou ik achter wat speling. En ja, je ziet het. Ik heb nog geen idee hoe dat ik hier wegkom. Dat zal ik zo wel even vragen. Misschien dat ik gewoon rechtdoor kan. Dat is wel een mogelijkheid. Er staat hiervoor. Ik weet alleen niet of dat er gaat. Dus dat ga ik zo wel even vragen. Maar ik kan helaas niet laten zien wat ik laai. Ja, dat kan wel rijden, denk ik.
Zo, nou, je zag het. Toch stiekem. Ja, ik kan het niet laten. Ik wil jullie toch iets laten zien. Ik ga dan naar mijn derde. Ja, dat is 100 kilometer rijden ongeveer. Dus ja, dan zal ik. Het is wel een beetje allemaal binnen door. Ja, daar ga ik gewoon veel tijd in zitten. Dus daar ben ik. Ja, het is nu 10 over 11 bijna. Dus daar ben ik dan na de middag. Wel op de middag. Ja, er zijn 3 zendingen die ik moet laaien. Dus nou ja, ik zie het wel. Ik heb wel even gevraagd hoe ik hier weg kon komen. En die man die hebben me echt haarfijn uitgelegd. Rechtdoor rijden. Kan niet mis. Dus nou ja, dan gaan we dat maar doen. Ik heb op de kaart gekeken, ik kan via een andere weg er ook komen, maar daar rijd ik al heel erg ver om. Alleen ja, ik begrijp mijn navigatie niet zo goed. Ja, er staat ergens een bord dat je niet meer komt natuurlijk, maar je mag hier gewoon rijden. Maar of dit nou handig is. Ik denk dat ik beter even een kilometer of 5, 6 om had kunnen rijden, maar goed, dat is dan te laat.
professionele truck navigatie. Ja, je kan er echt niet op vertrouwen hoor. Ja, dat is in zijn algemeenheid toch een navigatiesysteem. Het blijft een hulpmiddel, dat klopt. Maar goed, ik kan iedereen tevreden houden. En zo hangen we ook nog een klein beetje de toerist op. Changement en livraison. Van 8 tot 12 en van 1:30 tot 5. Ik wacht al even vent. Ik weet niet wat hij aan het showen is, maar. Dus ik moet even 3 kwartier geduld hebben. Maar ja, dat heb ik. Nou, inmiddels is het 3:15. Ik sta op het terrein. Ik heb maar om 1:15 gelijk aangemeld, want er liep iemand rond waar ik me bij aan kon melden. Toen heb ik eerst een poosje voor de deur gestaan. En nu sta ik al bijna een uur op de plaats waar ik moet laden met 2 zijkanten open. Je mag je auto niet uit als je gaat laden. Je moet je auto openmaken en in je cabine gaan zitten. En je kop houden blijkbaar. En braaf zijn. Maar zelf doen ze geen helemaal niks. Dus nou ja, goed, ik heb naar de zaak gebeld en mijn uren zijn in ieder geval gedekt. Dus daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Maar ja, ik vind het altijd een beetje vervelend als je zonder reden staat te wachten. Kijk, als er naar 20 auto's voor mijn neus staan, dan is het wel anders. Maar hier gebeurt gewoon niks. Hier gebeurt gewoon echt helemaal niks. Hier is niemand aan het werk. Dus ja, dat is een beetje triest. Ik kan niks anders doen dan wachten. Of als de planner het beu wordt, dan kan ik hem dichtmaken en dan kan ik vertrekken. Tenzij ze eerder zijn met laaien, maar ja, dat is afwachten. Dus, nou ja, we wachten er nog maar een poosje. Nou jongens, de zooi zit erin. 2 betonplaatjes. En hier achterop staan nog wat beton. Ja, goten noemen ze dat of zo. Hoekjes ertussen gedaan. De beste man is zeggen en schrijven 10 minuten bezig geweest. En daar sta ik dan bijna 3 uur voor. Maar goed, ik ga hem even afbinden. En dan wegwezen. Nou, het is 4:15, jawel. En ja, we kunnen gaan rijden.
Maar ik moet morgen nog even een pelletje bijladen in Luxemburg. Dus nou ja, prima. Ik kijk wel even hoe ver dat ik kom vandaag. Maar het is 4:15. Dus als ik nog 3 uur rijd, dan is het 7:15. En dan vind ik het prima. Dan is het tijd voor een hapje en een sapje. Nou goed, dat zien we straks wel. We gaan eerst maar eens even die kant op. Een beetje lastig inderdaad, als je op zo'n smal weggetje een vrachtwagen of een bus tegenkomt. Dus ja, yeah. Een van de twee moet dan in zijn ankers. Had het trouwens beter even hier kunnen blijven staan. Dit is een stuk breder, maar goed. Inmiddels valt de schemer er alweer in. Ja, het is 7:10. Ik rijd naar Metz. En daar de avond vullen. Even douchen en eten en slapen aan hoeren. En dan morgen weer verder naar Luxemburg. Dus. Nou ja, we komen de week zo wel weer aardig door. Inmiddels is het vrijdagmorgen en we zijn bijna bij de klant, of de laatste. Nou ja, dat dacht ik gisteren trouwens ook dat het de laatste was, maar... maar dan ga ik er wel vanuit dat hij echt de laatste is, tenminste. Dat past niet meer in volgens mij. Kijk, een beetje laag hangend zonnetje. Bij die klant volgens mij. Dus, nou ja. Nou, ik ben hier aangekomen. Het is 9:10. En ze beginnen om 9:00. Dus, moet ik even geduld hebben.
Zo, nou, die pallet zit er ook in. En nou zit hij echt op de deuren vol. Dus dat is helemaal goed. Ja, rest mij alleen nog naar de zaak rijden. Dus daarmee, ja, met dit sluit ik dan wel de vlog. Want, ja, nog 320 kilometer naar buiten gaan zitten kijken, dat kan ik in mijn eentje wel. Dus, ik zou zeggen voor nu prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!